Deze vrijdag viel er in Zeeland zowaar sneeuw. En ook de afgelopen tijd hebben we af en toe al wat schermutselingen gezien van Koning Winter. Maar de komende dagen lijkt het behoorlijk zachter gaan worden. Of dat voor lange tijd is, gaan we bekijken aan de hand van de 30-daagse weerkaarten. Achter mij de weerkaarten voor de aankomende week. Lage drukgebieden vanaf de oceaan komen onze kant op. Maar met hoge druk boven het continent worden ze gedwongen om richting Scandinavië te trekken. En dat hoge drukgebied is hardnekkig. We zien zelfs later in de week dat het nieuwe impulsen krijgt vanaf de Atlantische Oceaan. En zich voorzichtig ook een beetje naar het noorden gaat uitbreiden. Zodat we aan het einde van de werkweek de kern van het hoge drukgebied waarschijnlijk boven het Noord-Duitse laagland kunnen intekenen. En depressies liggen dus voor ons in ieder geval op ruimte. Afstand maar onder zo'n hoge drukgebied is er wel heel veel bewolking aanwezig. De zon die laat zich de komende dagen maar moeizaam zien. Het lijken wat dat betreft een beetje de donkere dagen voor kerst te worden. De luchtdrukafwijking volgende week laat dat hoge drukgebied ook heel mooi zien. Met uiteindelijk de grootste afwijkingen in de buurt van de Benelux, Noord-Duitsland, Frankrijk en oostelijk Polen. Dat wil niet zeggen dat het hoge drukgebied de hele week daar ligt. Aan het begin van de week ligt hij wat zuidelijker. Later in de week komt hij dus wat verder naar het noorden te liggen en wordt hij ook nog wat krachtiger. Vandaar dus de meeste afwijking in de plus in onze omgeving. Op het moment dat dat hoge drukgebied even ten zuiden van ons ligt, wordt met zuidwest- of westenwinden zachte lucht aangevoerd. Vandaar dan ook dat we volgende week af en toe temperaturen in de dubbele cijfers kunnen verwachten. Later in de week, als het hoge drukgebied een beetje naar het noorden wandelt. Dan zal die zachte lucht voorzichtig verdwijnen, gaat de temperatuur heel langzaam naar beneden. Ja, wat temperatuur betreft uh, zagen we de laatste tijd dat het heel koud was in Noord-Europa. Tot uh, ruim 40 graden aan toe in het noorden van Zweden. Nou, zo koud is het er inmiddels niet meer. En volgende week is het ook zeker niet extreem koud in Noord-Europa. Sterker nog, er worden vooral afwijkingen in de plus verwacht. Dus het wordt er echt niet heel koud. In Lapland blijft het natuurlijk wel vriezen. Maar als je naar Stockholm of Oslo gaat, dan is het daar echt niet meer zo winterskoud als eerder deze week. En ook in onze omgeving is het duidelijk aan de milde kant. En dat zien we terug in de pluimgrafiek. Er zijn tot aan het einde van de week mogelijkheden dat de temperatuur smiddags in de dubbele cijfers uitkomt. En in de nachten. Door veel bewolking en natuurlijk de aanwezigheid van die zachte luchtmassa ligt de temperatuur ruim boven nul. Maar in de loop van de 15-daagse periode zien we toch wel weer een dalende trend. Het is geen hele snelle daling, maar voorzichtig, en de spreiding is overigens groot, maar heel voorzichtig komen er toch wel weer nachten naar voren waarin de temperatuur onder het vriespunt daalt. Klein beetje richting winters weer tijdens de 15-daagse grafieken al. En dat kunnen we mooi verklaren als we kijken naar de weerkaarten die voor week 2, 3 en 4 worden berekend door de krachtige weercomputers van het ECMWF. We zien dat dat hoge drukgebied voorlopig bepalend blijft in onze omgeving. Bijvoorbeeld ook in de week waar kerst en de jaarwisseling invallen. Hoge druk in de buurt van onze omgeving. Waar de kern precies komt te liggen is een beetje onduidelijk. Maar. Als die wat meer boven de Britse eilanden komt te liggen, hebben wij met een noordwestenwind te maken. Aanvoer vanaf de Noordzee, dan is het niet heel erg koud, vooral heel somber. Maar ligt het hoge drukgebied tijdelijk wat meer boven Denemarken of zuiden van Zweden, dan waait de wind vanaf het continent. Dat is zeker geen lucht die wordt aangevoerd vanuit Siberië. Nee, dat is gewoon lucht die boven Duitsland en Tsjechië zichzelf heeft gevormd, een beetje is afgekoeld en dan onze kant op zijpelt. Se en dat betekent dat het tijdens nachtelijke opklaringen dan licht kan gaan vriezen. Dus licht winters weer afhankelijk van de ligging van het hoge drukgebied. En als we dan kijken naar de temperatuurafwijkingen, dan zien we ook dat aan de noordzijde van het hoge drukgebied met westenwinden voorlopig de temperaturen in Scandinavië aan de hoge kant blijven. Het continent is echter juist wat aan de koude kant. Onder invloed van weinig wind kan de lucht daar helemaal tot stilstand komen. Lekker afkoelen, vandaar dus de temperaturen die onder de norm scoren. En ook in de eerste volle week van januari is dat het geval. Grote delen van Europa laten een temperatuurafwijking in de min zien. Terwijl Noord-Europa nog wat aan de milde kant is. En wij zitten dan wat dat betreft een beetje op de wip. Als de wind even vanaf de Noordzee waait, liggen de temperaturen boven normaal. Maar waait hier echt een week lang vanaf het continent, en dan hebben we het echt maar over een windkracht 2, dan is het echt wel wat aan de koude kant. In ieder geval, wat ontbreekt in deze berekeningen is een krachtige westel westelijke wind die lucht aanvoert vanaf de oceaan met heel veel regen. Want als we kijken naar de neerslagafwijking, dan heb ik zomaar één van de weken erbij gepakt. Want alle weken zien we dat de neerslagafwijking in onze omgeving, maar in grote delen van Europa, duidelijk Onder normaal is. Kortom, de komende tijd onder invloed van hoge drukgebieden soms wel behoorlijk somber weer. Maar af en toe, als de wind uit het oosten waait, kan het toch een beetje licht winters zijn. Met s'nachts in de oostelijke helft, met name, toch temperaturen die royaal onder het vriespunt uit kunnen komen. Geen totaal wintersweer, maar ook geen straffe westcirculatie. Tot volgende keer.